In een recente uitzending van de talkshow De Oranje Zomer heeft Jan Slachter, de baas van Omroep Max, zijn ongenoegen geuit over de nieuwe toeslag op plastic wegwerpverpakkingen. Hij noemde het belachelijk en vond het hoogst onnodig. Slachter wees specifiek op het voorbeeld van de McFlurry, waarbij de prijs met 25 cent is gestegen vanwege de toeslag op het dekseltje. Hij vroeg zich af waar het extra geld naartoe gaat en betwijfelde of het rechtvaardig is dat de consument hiervoor moet opdraaien. Daarnaast uitte Slachter kritiek op de toeslag die hij moest betalen voor een kartonnen koffiebeker bij een benzinepomp. Hij merkte op dat een dergelijk bekertje geen dubbeltje of kwartje kost en betoogde dat de prijs van de koffie omlaag zou moeten gaan, aangezien consumenten nu simpelweg meer betalen voor hun drankje. Jan Slachter benadrukte dat hij zich geforceerd voelt om deze toeslagen te betalen, zonder dat hij daar een keuze in heeft. Hij illustreerde dit met het voorbeeld van een kartonnen bekertje koffie dat al leeg is voordat hij bij zijn auto is. Op de suggestie om een eigen mok mee te nemen, reageerde Slachter verontwaardigd. Hij vond het onpraktisch en zag geen reden om dit te doen. Naast de McFlurry en koffiebekertjes besprak Slachter ook de algehele toename van prijzen door dergelijke toeslagen. Hij noemde het gek dat de prijs van een McFlurry met 25 cent was gestegen en vroeg zich af waar het extra geld naartoe gaat. Hij had het idee dat dit wellicht naar een stichting gaat, maar vroeg zich af of dit echt nodig is. In de discussie over de toeslagen werd ook vermeld dat de extra kosten voor wegwerpverpakkingen voornamelijk bedoeld zijn om bij te dragen aan het opruimen van zwerfafval. Slachter merkte echter op dat de prijs van de verpakkingen zelf niet is gestegen en vroeg zich af waarom consumenten dan wel meer moeten betalen. Jan Slachter concludeerde dat hij niet te spreken is over de vele regels en toeslagen waar consumenten mee te maken krijgen. Hij voelde zich al genoeg belast en vond deze ontwikkeling niet aan hem besteed.